Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de neighbor heb gezien. Neighbor? De tijd gaat nu in trouwens. Neighbor? Poelen? Nee, hij is niet aan het poelen. Koken? Jongens, ik heb hem gevonden. Stop de tijd! Mijn naam is TheTuber en welkom bij Hello Neighbor in Roblox. Hello Neighbor is natuurlijk een super bekend spel en ze hebben er dus een remake van gemaakt in het welbekende Roblox. En de bedoeling is eigenlijk vrij simpel. Wij bezoeken zometeen het huis van de buurman en wij moeten proberen om daar de 3 geheime verstopte sleutels te vinden. Wacht eens even. Oh my gosh, voor 250 Robux kan ik mijzelf laten veranderen in de neighbor. Dan kan ik gewoon letterlijk de neighbor zijn. Oh, dat is episch jongens. Doe een like, want bij genoeg likes ga ik dat misschien in de volgende video wel doen. En ik denk dat wij het huis hebben gevonden. Oh, dit is zo creepy. Oké, ik heb een pickaxe bij de hand die ik eventueel zou kunnen gebruiken in het geval van nood. Maar laten wij eerst even kijken hoe het huis van de buurman eruit ziet. We lopen naar binnen, jongens. Nou, vrij excentriek. Mooie kamer. Ik zie hier al de allereerste sleutel, jongens! We hebben hem gevonden! We hebben 1 van de 3 sleutels. En ik heb schijnbaar ook een aantal van de papiertjes gevonden. Oh, jongens. Oh, jongens. De tweede sleutel! Are you serious right now? Ik heb er gewoon letterlijk al 2 gevonden. Hij zat gewoon in de garage van de buurman. Oké, wacht. Dit is mijn favoriete televisieshow. Het heet Geen Signaal de Show. Nee, maar dit is nice. Dit is echt super episch. Oké, we gaan hier naartoe. Is hier iets? Wat is dit? Is dat zijn vieze overhemd of zo? Het ziet er heel erg geroest uit. Oké, dan hebben wij hier, ik denk, de eetkamer. Dit is echt een megakamer gewoon. Kunnen wij kastjes openen? Nee, dat kan niet. Ik denk dat hier iets achter kan liggen. Nee, hier ligt niks. Oh, jongens. We kunnen naar beneden. Ik denk dat wij nu naar beneden kunnen, de kelder in. Oké, daar gaan we jongens, let's go. Lekker bij de open haard hoor jongens, alsof het niets is. Oké, we doen deze deur open. Ah, we zijn nu in de badkamer. Hier moet toch wel iets verstopt zitten. Kan ik douchen? Ik kan denk ik legit de douchen komen als ik dat wil, let op. Nee, come on, ik wil douchen. Ik wil douchen in het huis van de buurman. Ah, nee, het kan niet jongens, jammer. Ligt er wel iets? Oeh. Jongens, zien jullie wat ik zie? Dit is geen normale spiegel. Hierachter zit een kamer verscheld. Oh! Yo, dat is zo slim. Dat is echt letterlijk de slimste plek om een kamer te verstoppen. Kijk dan, zeg maar, dit is een hele normale spiegel. Hier kun je niks mee. Maar dan kun je gewoon letterlijk door deze spiegel heen. Oh, hier is een sleutel. Laat ik die sowieso even meenemen. Hier ligt een potje met medicijnen. Dat gaan we waarschijnlijk kunnen gebruiken wanneer de buurman ons heeft aangevallen. Hier is de computer van de buurman. Oh, jongens, de buurman heeft een gaming PC. De buurman heeft misschien stiekem wel zijn eigen YouTube kanaal. We don't know. Oké, laten wij even kijken. Er is trouwens ook een shop, zie ik hier. Oh, je kunt de buurman zijn. Je kunt een Game Pass kopen waarbij je een pistool, een mes, een zaklamp of een crowbar, oftewel een koevoet hebt. Er zijn zoveel dingen die je kunt verzamelen. Maar ik heb 3 sleutels, dus ik weet niet of ik nu klaar ben, want 1 iemand is de neighbor. Ik zie het nu pas. 1 iemand is de neighbor, dat kunnen jullie... Jongens! Daar loopt hij! Oh nee! Nee! Oh! Jongens, de neighbor zit achter ons aan! Oké, wacht even. Waar zijn wij nou nog niet geweest? Waar zijn we niet geweest? Want ik ga... Nee. Oh! Oh, jongens, dit is zo creepy. De neighbor zit gewoon letterlijk achter ons. Oh, gosh. Okay, ik ga hem aanvallen. Daar gaan we. 3, 2, 1. Come on. Nee, oh! Hij is sterk. Oké, wacht. Ik ga hem om de touw leiden. Yes! Nice. Oeh, ik zie daar nog een sleutel liggen. Die is van mijn neighbor. Het spijt me zeer, neighbor. Wat is dit? Yo! Hij heeft gewoon een hackkamer. Hij heeft gewoon letterlijk een kamer waarmee hij waarschijnlijk alle camera's in zijn huis kan monitoren. Waardoor hij exact weet waar iedereen verstopt zit. Het is wel een slimme buurman hoor, jongens. Wat is dit? Hij heeft een kinderkamer? Waarom heeft de buurman een kinderkamer? Ik heb nooit... Zou die een buurjongen hebben?
zeg maar, een buurjongen als in dat dat dan voor ons een buurjongen moet voorstellen. Dat hij dus een kind heeft, dat bedoel ik te zeggen. Oh jongens, kijk dan. Oh. We hebben de kluis gevonden. Zouden we hem kunnen openen? We hebben letterlijk de kluis van de buurman gevonden. Wat? Hij heeft geen Robux, maar hij heeft Tix. En Tix, dat is geloof ik een bepaald soort zeldzaamheid. Hier is ook nog een deur. Ja, daar zijn we al naar binnen geweest. Dat is de hekkamer. Kunnen we ook de kast in? Ja, we kunnen ook de kast in. Dus stel voor dat hij echt achter ons aan zit en er is geen ontkomen meer aan. Dan kunnen we altijd nog proberen onszelf te verstoppen. Hé, luister! Ik weet niet wat er met deze buurman aan de hand is, maar wie heeft er nou weer een haai als huisdier? Bro! Is dit het balkon? Dit is het balkon, jongens. Oh gosh. Dit huis is enorm. En kunnen wij hier ook doorheen? Ja! En dan? En dan kunnen wij hierop. En kunnen we dan nog iets speciaals? Nee. De buurman die probeert ons op elk mogelijke manier om de tuin te leiden, jongens. Oh nee! Oh, er is iemand opgegeten! Hij voert gewoon mensen aan zijn huisdierhaai. Oh, dat is creepy. Dat is echt heel erg eng. Er staat dat je hier niet moet lopen, want het heeft namelijk een hoge spanning erop staan. Dus het is best wel gevaarlijk. Even kijken. Dit is de slaapkamer. Where the magic happens, jongens. Waarom heeft hij 2 large beds? Zou hij een buurvrouw vrouw hebben? Oh, jongens. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Had ik bijna niet gezien. Had ik bijna niet gezien, jongens. Dat is de reden waarom je letterlijk overal een kijkje moet nemen. Waarom kan ik hem niet meenemen? Ah, wacht. Ik snap het al. Ah, ik snap het. Ik heb een papiertje nodig. Ik heb dus alleen nog maar een papiertje nodig. Als ik 3 sleutels heb, en die heb ik momenteel, en een papiertje, dan verander ik mijzelf in de buurman. Dus eigenlijk moet ik nu proberen een papiertje te vinden. Maar waar zou er nou weer een papiertje verstopt moeten liggen, jongens? Dat is een hele goede vraag. Ik weet in ieder geval dat ik hier nog wel naar boven kan. En daar ben ik sowieso nog niet geweest. Waar kan dat? Dat kan... Waar kan dat ook weer? Er is een plek waar je naar boven kon gaan. Ah, dat is daar. Ik zie het al. Nee, maar in ieder geval, jongens, willen jullie dus dat ik de neighbor ga spelen in de volgende video? Dat kan. Dan moet je even een blauw duimpje omhoog doen door deze video. Jongens, er ligt hier gewoon een ladder. En als wij hier de hoek om gaan... Ik zie... Wat? Wat? Oh, jongens! Het papiertje ligt verstopt aan het einde van dit lava meer. Oh jongens, wacht eens even. Dat betekent dat wij de 3 sleutels en het papiertje hebben. En als ik de opdracht moet geloven, kunnen wij onszelf daardoor veranderen in de buurman. Oké, let's go. Daar gaan we. Heb ik hem? Oh, yes! Bro! Oh, dit is episch. Ik hoef er nu geen eens Robux meer voor te betalen, jongens. Ik ben er gewoon al in veranderd automatisch. Oh, dat is gaaf. Dus nu zou ik in feite... Ja, nu kan ik dus de tegenstanders ook aanvallen. Ik zie daar iemand. Kom jij maar eventjes hier, jongeman. Kom jij... Ja, nee, jij bent de peanut, vriend. En jij ook. Ik ga jullie allemaal pakken. Oh, hij gaat naar de lava. Hij heeft het niet door, maar er is daar lava. Dit is een doodlopend einde. Let maar op. Let maar op. Ja, wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen? Kom hier! Yes! Come on! Come on! Wat? Heeft hij zichzelf nou laten verdwijnen? Dit is gewoon... Oké, daar gaan we. Huh, come on. Come on. Nee, kom jij maar eventjes hier. Kom jij maar... Yes! Ik heb erin gemaakt. En nu jij? Nu jij? Ja, sorry man bro. Sorry man bro. Let's go! Oeh, hij heeft bijna geen leven meer. Hij heeft bijna geen leven meer. Snel. Yes, ik heb hem! Oh, dit is zo nice. Dit is zo nice. Ik ben echt de beste buurman ever gewoon. Oké, is er nog iemand? Ja hoor, de cowboyman. Kom jij maar even hier. Are you serious, right? Iedereen teleporteert zichzelf weg. Ik weet niet hoe het kan, maar mensen teleporteren zichzelf gewoon letterlijk weg. Oké, we gaan eens even kijken. Kunnen wij nu... Wat? Door wat ben ik ingemaakt? I don't get it. Ik ben ingemaakt door iets, maar... Ja, oké, maakt verder niet uit. Zouden wij toevallig ook de huizen van andere mensen in kunnen? Want zeg maar, het valt best wel op welk huis van de buurman is. Overduidelijk deze hier zo. Eigenlijk is het niet eens onze buurman. Wij wonen hier en dit is het huis van de buurman. Meestal woont de buurman tegenover je of naast je. Maar hier in Roblox is logica vaak ver te zoeken. Nee, ik denk niet dat we de andere huizen in kunnen. We kunnen het proberen. Misschien kan het. Klop, klop. Ah, ja, oh.
Nee, we kunnen er net niet in. Onze pickaxe zit er wel in, maar wij zelf kunnen er helaas niet in. Maar goed, bij genoeg likes op deze video ga ik misschien wel meerdere neighbor games proberen. Misschien ook wel eentje waarbij wij letterlijk vanaf het begin af aan al de neighbor kunnen zijn. Lijkt mij persoonlijk heel erg gaaf. Laat in de comments weten. Stel je nou eens voor, dit was jouw huis met zoveel verschillende soorten mini-huisjes erbovenop gebouwd. Wat voor soort kamer zou jij er dan in laten maken? Als je gewoon een heel raar thema moet bedenken. Een of andere confetti-kamer, een Orbeez-kamer, een slime-kamer. Laat het me hier beneden weten in de comments, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.